10 jaar, beste mensen. 10 jaar gala van de wetenschap. Welkom! Welkom! De wetenschap werkt. Kijk, we zitten natuurlijk in een tijd waarin er heel veel problemen zijn. Sommige mensen spreken zelfs van crisis. Wie zegt we hebben te maken met 1 tot 3 crisis? En wie denkt er 6 of meer? Dat betekent dus voor het doel waar wij aan werken, Zero Hunger, dat we eigenlijk verwachten dat in 2030 er geen honger meer zou moeten zijn. Dus als je kijkt naar wat de aarde zeg maar, in een jaar tijd aan materialen kan produceren en ook aan emissies kan opnemen, dan hebben we in 2022 dat punt al bereikt op 29 juli. Foxverraders zoals jij krijgen als eerst de kogel. Wie denkt dat dat een troll is? En in tijden waar heel veel dingen om mensen heen veranderen, is er een groep mensen die doet dit. Dus die sluit zich af van die samenleving en die voelt een sociaal isolement. Wat het ook lastig maakt om te onderzoeken, is dat depressies, angststoornissen, andere psychische stoornissen een ingewikkeld samenspel zijn van tal van variabelen, emoties en andere zaken. Hoe gaan we met het onderwijs om? En ik denk dat we hebben heel vaak, zeg ik wel, een hiërarchisch beeld, een soort ladder die je kan beklimmen. De zwaartekracht die werkt zo, die werkt niet zo. Dus als we dat nou horizontaal leggen, kunnen we die allemaal gelijkelijk waarderen. En in november geven we dan braaf de Robert Dijkgraafprijs aan Robert Dijkgraaf. Winnende essay van de Robert Dijkgraaf essayprijs 2022 is Waarom wetenschap? Van Lars Bos. Lars Bos, kom naar voren! Jawel! Niet alleen is dit het beste bewijs wat we hebben voor een oerknal, het zegt ons ook dat er geen bijzondere plek in het heelal is. En vanuit die samensmelting schoot er een groene rimpel door het universum heen. Op een gegeven moment komt deze groene rimpel aan bij de aarde. Dat is ongeveer nu. Maar dat is het probleem dus niet, want de meeste burgers geloven dus wel degelijk dat wetenschap werkt. Die grote rondjes, dat zijn eigenlijk een soort van rietjes die we doorgesneden hebben. Dus die rietjes die zuigen dat water omhoog. Moeten wij namens de natuur gaan spreken en ook namens de natuur van de toekomst? Wie bepaalt hoe je dat kunt doen? Wetenschap werkt, Marcel. Op 21 november zijn we er weer. Dank u wel en tot volgend jaar!